Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we lekker een nachtje pakken. Het is vandaag onwijs mooi weer en de dag daarna is het ook heel mooi weer. Dus waarschijnlijk pakken wij, nu is het ongeveer middag en we gaan daar zo meteen naartoe. We hebben onze spulletjes alvast klaar, achter op de fiets gedaan. En ja, we gaan er waarschijnlijk zitten tot morgen aan het einde van de middag. Op dit moment moet ik maar eventjes Martijn gaan helpen, want hij is ermee bezig en hij kijkt nogal chagrijnig, omdat ik nou nog steeds aan het vloggen ben, zo gezegd. Dus ik ga hem even helpen en dan fietsen we aan. Nou, ik zie jullie zo. Zet hij goed mee? Zet hij mee en hij doet heel te zwaar. Zo snel eigenlijk, hè? Ja, precies. Dennis en ik zijn bezig met de tent opbouwen. Ja, hij zei ook al, heb je er vertrouwen in? Nou, ik kan mijn woorden nog niet uitspreken. En dan neem ik hier onze opstelling op onze stijger. Ja, het is, onze opstelling is inmiddels omgevallen. Maar ja, komt er eigenlijk op neer. We hebben gewoon twee banksticks hebben gewoon tussen de planken geduwd. En ja, het werkt. Dus Dennis die trekt die mooie even zijn visje eruit. Dus, het is een mooie schub. Een gesookt vissen in een gesookte goo van tuna. Met daar bovenop een Magic Mango pop-upje. Ja, dat werkt gewoon. We staan serieus net mijn vis eruit halen. We hebben hem eruit. En in één keer begint die andere pieper af te gaan. En nu heeft Martijn er een aan. We hebben nu even de vis in bewaarzak gedaan. En dan kunnen we ze dadelijk even bij de showen. Maar echt niet normaal. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En we zijn niet maar... Ja. Hoe lang zijn we hier? Hengels liggen net een half uurtje in. Ja, liggen een half uurtje in. Ja, dat is niet normaal. Dat komt wel. Het is niet normaal, jongens. Het is niet normaal. Hier, Martijn staat nog te drillen met de andere karper. En de andere pieper gaat af. We hebben nu drie tegelijk. Wat is dit nou? Het is jammer, jongens. Het is heel teleurstellend. Het is heel teleurstellend, maar het is een platte. Maar dat maakt niet uit. Hey, man. Het zijn ze geworden. We staan net alles op te bouwen en in één keer... Ik had de ene pieper af en dan was deze die ik nu in mijn handen heb. En vervolgens toen we hem op de kant hebben en wilden onthaken, gaat die van Martijn af. En toen hadden we er twee. En uiteindelijk in één keer ging die andere ook af en dat was een braarsen. Maar die hoeven we niet te laten zien. Maar wat een mooie vis. Bijna gelijk. 10 kilo. Maar mooi visje, man. En de eerste verdwijnt. Dag, boy. Doei. Doe. Lekker, man. Pats.
dit moment zitten we al een tijdje. De buren die hebben al wat gevangen. Die hebben al een karper net eruit gehaald. Dus we kwamen nou net terug. En zitten er ongeveer 10 minuten. En, uiteindelijk gaat weer de pieper af. En, deze keer was het weer een dikke brasem. We hebben ondertussen nu 2 brasem gevangen en 2 karpers. Dus het gaat best wel lekker. En het wordt. De camera uit. Ik sta serieus net te filmen en in één keer hoor ik die slip gaan. Hotering. Daarachter zit een gigantische plons. Ja, hij sprong boven water, man. Hij sprong zelfs boven water uit. Fuck. Nou, lekker jongen. Ja? Ik zat serieus net te zeggen van we hebben ondertussen nu 4 vissen en in één keer. What the fuck? Ja, moet je nou in deze voel hoor je helemaal niet lopen. Tering, 5e vis al, jongen. Een kleintje. Wat een schattig beestje. Wauw, wat een knolletje zeg. Wat een schattig kuipertje. Ja. Oh, wat een leuk beestje. Ja, ik heb zojuist even mijn kleinste schubkuipertje gevangen. Hier op dit water. Dus, het werd eigenlijk net tijd voor kip. Ik ga kip halen. Ik had mijn ontvangertje mee. En ja, ik had eigenlijk mijn pieper uitgezet. Die update te maken over hoe het ging. En in één keer hoor ik dat ding afgaan. Dus ik ren naar dat ding. Ik zit mooi in mijn frietje en ik zie een mooi blauwe lampje. Dus ik denk, nou ja, dat is het volgende visje voor ons. Maar ja, dit vind ik ook wel een leuke verrassing dat deze er even uitkwam. Dus, nou ja, jou gaan we niet wegen, hè? Kom. Mooi terug zetten. Geweldig schrik. Wat een klein knolletje. Ja, dus even filmen hoe hij hier zit te vreten. Ja, dan moet je wel een leuk muziek onder zetten. Hij is een kampvuurmuziek hier. Ja jongens, het is de volgende ochtend. Op dit moment hebben we net ontbeten. Dus het wordt al wel warmer. Wij hadden eigenlijk een vrij vervelende nacht, want we kregen continu beet. We hebben ongeveer 6 braaksoms eraan gehad en dat was echt niet leuk. Continu opleven, continu van die pieps krijgen en die kleine runs. En we dachten op een gegeven moment zo van, ah, we halen de hengels eruit. Op het laatste moment toen wist Martijn nog een karper te vangen. En die heeft hij toen in de bewaarzak gedaan. Dan kunnen we het vandaag aan jullie laten zien. Maar hoe dan ook, we hebben allemaal niet zo heel erg goed geslapen. Op dit moment liggen de hengels er allemaal weer in. En we hopen natuurlijk dat we nog wat in de middag iets vangen. Dus ja, wie weet, we zien het wel. Nou, dit is hem van vanavond. Een van de karpers die tussen de braasten zwom, waarschijnlijk. Mooie visje. Er weer een aan. Het is een spiegelkarper. Niet? Zullen we jongens even afvragen, jongen? Ja. Nee, dat is een schuppie. Ik dacht dat het een spiegel was.
tweede vis. En vanochtend, deze ochtend, hè. Jullie laten zien. Mooi, joh. En ik begon net te twijfelen van, ja, zou hier nog wel zitten, Martijn? En, Ja, dat kennen we van Dennis, hè. Dennis er gewoon vertrouwen in heeft. Echt wel. Dat zeg ik altijd. Hier zit geen vis en nou, uiteindelijk dan vang je toch vis. Ja. Hey, joh. Wat denk je dat? Juist. En kijk eens hier. Nou, wij hebben onze afgelopen sessie gevist met een kleine rig. Dus met een haakmaat 6. En ik vis zelf met ongeveer 100 gram lood vanwege, vanwege het stromend water. Nou, daarboven zit een leader van een meter tot anderhalf meter geknoopt. Nou, als aas gebruiken wij hebben wij voornamelijk een green helper pupje gebruikt van ProLine. En ja, als haakaas heb ik een Endurance bait multinet bolly gebruikt. Dus, ja, dat is een bolly die bestaat uit verschillende soorten noten. Ja, hier heeft het goed resultaat afgeleverd. Spanning opgeeft, hè, als hij deze kant op zwemt. Ah, punt gaaf visje. Dik. Oh, dat is dik. Nou, derde vis van de ochtend. Geweldig visje, helemaal zonder beschadigingen. Het liep slaat een beetje aan. Maar, wat een mooie visje. Ja, geen enkele beschadiging, alle vinnetjes precies goed. Mooie oranje, rode vinnen. Punt gaaf en gigantisch dik. Ja, echt wat een prachtbeest. Dat was van mij niet. Ik had iets zwaarder verwacht. Ja, dat is de hond van de wil, hoor. Kijk, dit is heel vervelend. Als er mensen voorbij komen met een hond en die zien niet dat je aan het vissen bent hier. Ja, dan kunnen ze zomaar door je lijn in komen. Dat is niet goed, mevrouw. Dat is niet goed. Zevende. Dat is mooi. Zeven kapers. Nee, ik meen dat was 24 uur tijd, hè? Oké. Nou, zevende kaper van vandaag. Weer een punt gaaf visje. Echt een heel mooi visje. Mooi. Gaat hij weer zwemmen, hè? Niet te wegen. Nou, dit was het einde van de sessie. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. We hebben redelijk wat vis gevangen. We hebben in totaal 7 karpers gevangen en 6 braarsums. En ja, Martijn heeft 4 karpers weten te vangen en ik 3. Ja, het was gewoon prima. We hebben van 4 tot ongeveer nu, is het ongeveer 4 uur, van 4 tot 4 gezeten. Een nachtje gepakt en het was helemaal prima. De nacht ging wat iets moeizamer omdat we continu braarsums hadden.
En daardoor sliepen we niet zoveel, dus nu zijn we eigenlijk kapot. En op dit moment is het nu 25 graden, dus het is veel te warm en daarom bijt ze ook bijna niet meer. Dus wij zijn nu aan het inpakken en dan gaan we er vandoor. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef nog even een like. Abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later! Stop te doen, jongen. Ik weet wat Mike nu doet. Mike het zo stil. Ja, ik heb een beetje heimwee naar vissen. Maar we zo jaloers op kunnen dat ik jullie een beetje irriteren, man. Da, 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 da. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da, 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 da.